Kinderen willen onder schooltijd meer bewegen, meer meepraten over hun ideale dag en het liefst ook iets later beginnen. Dat blijkt uit onderzoek van Pact voor Kindcentra. Mijn ideale schooldag is dat je naast elkaar kan zitten, naast wie je wil, uit elke klas. Dat we een halve dag maar werken en daarna gaan we dan bijvoorbeeld naar de gymzaal en daar dan de lessen verder doen. Maar dat ik gewoon een strakke tijd heb met leren en dat ik dan veel meer tijd aan leuke dingen kan besteden. Mijn ideale schooldag is dat we bijvoorbeeld met rekenen dat we dat buiten gaan doen. We leren ook meer vakken zoals echt techniek of meningsvrijheid. Ruim 1200 kinderen en hun ouders ondervroegen we over de ideale dag- en dagindeling van kinderen. 3, 2, 1. Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat kinderen actiever bezig willen zijn. Ik wil tijdens schooltijd meer bewegen, is een van de stellingen in het onderzoek. Ja zegt 94%, nee zegt 6%. Het is gewoon vervelend als je de hele tijd gewoon alleen maar op je stoel moet zitten. Want wij bewegen nu ongeveer 1,5 uur in een week. Maar we zitten best wel veel stil. Leuk leerzaam werken, dat lijkt me wel heel fijn. Om ja, zo niet elke dag saai op je stoel te zitten en achter je laptop te werken. Dat je een parcours moet afleggen en tegelijkertijd sommen moet maken. Kinderen vinden het ook belangrijk dat niet alleen volwassenen bepalen wat ze de hele dag doen. Ik wil meer meepraten over wat voor mij een fijne schooldag is. Ja zegt 77%, nee zegt 23%. Volwassenen bepalen gewoon veel te veel over wat wij doen in ons leven. Kinderen die hebben ook een eigen visie wat beter voor hen is. Omdat iedere kind wel een eigen goed idee heeft die misschien de toekomst kan veranderen, de wereld of hoe ons leven eruit ziet. Ik denk dat het wel belangrijk is om sowieso naar kinderen te luisteren. Alleen dan denk ik wel dat je een paar dingen moet zeggen. Dus dat ze niet ineens zeggen van oké, ja, nee, maar ik wil geen school meer of zo. Kinderen willen graag creatiever bezig zijn. Zoals bijvoorbeeld tijdens deze kookles in Groningen. We zijn aan het gezond koken. Daar zit couscousje met groenten. Ik vind dat het vaker moet, omdat je dan leert koken en je leert met maten leer je ook rekenen. Veel kinderen willen meer buitenles en ook gastlessen van interessante mensen zijn populair. Zoals op deze school in Amsterdam. Iedere woensdag dan komen er mensen van buitenaf, dan geven ze ons les. Het is veel beter dan eigenlijk normaal leren. Dit is gewoon echt heel leuk. De top 3 van favoriete dingen op school is volgens kinderen duidelijk. Buitenspelen is voor 81% de ideale bezigheid. De gym staat met 66% op de tweede plek en knutselen met 60% op 3. Rekenen en lezen staan op plek 4 en 5. Nou, er zijn wel genoeg creatieve meesters en juffen op school. Maar ze gebruiken het niet, vind ik. Want zoals meester, die kan best creatief zijn, alleen hij laat het niet echt zien. Tot slot hebben veel kinderen nog één belangrijke wens. Het is uiteindelijk wel bepaald dat iedere basisschool zo ongeveer rond 8:30 begint. En zelf vind ik dat te vroeg. Ja, we mogen wel iets later beginnen. Ik vind dat de school te vroeg begint. Want kinderen hebben ook gewoon rust nodig. Veel meer over het onderzoek en de resultaten lees je op de website van Pact voor Kindcentra.